Yo kijkers, welkom terug bij de New Rocket League video. Vandaag ga ik eventjes een paar potjes rank doen. Namelijk de eerste once matches ga ik namelijk doen. En ik ga eventjes kijken wat wij allemaal kregen. Ik zie namelijk een Season 4 Grand Champion titel. Een Grand Wielen. Oké, dit seizoen zijn dus wielen. Ik zie alle wielen, die gaan we zo eventjes checken. Een Radiohead. Ik weet niet wat ik daar aan heb. Ik weet niet waarom ik die krijg. Oké, wacht. Die wil ik eigenlijk dus wel eventjes zien. Hoe zien die wieltjes er nou uit? Oké, wacht. Dan moet ik namelijk eventjes mijn bakkersmat uitzetten. Oké, laten we even kijken hoe die wielen eruit zien die wij gekregen hebben. Ah, ik heb natuurlijk geen Super Snug Reddit gehaald. Aangezien ik niet echt gegrind heb. Ze zijn wel echt lelijk, die wielen. Ja, deze zijn ook niet mooi. Ik denk dat de witte dan wel weer cool hadden kunnen zijn. Die SSL wielen. Maar ja, ik had ze sowieso nooit gebruikt. Jongens, dit seizoen wil ik echt de grind starten naar SSL. Ik heb gewoon niet echt gegrind dit andere seizoen. Nou ja, seizoen 4 dus. En jongens, geloof mij, dit seizoen SSL gaat gehaald worden. We hebben niet heel veel meer om te laten zien. Jongens, laten we doorgaan naar onze eerste game. Voordat de video begint heb ik even een kleine onderbreking, want de website waar ik al mijn Rocket League items en credits op koop heeft de video van vandaag gesponsord. Nou heb ik dus een kortingcode voor jullie, namelijk DEALYT met 6% af van alles wat je op de website kan vinden. De link staat in de beschrijving man, check hem zeker. Oké, jongens, wij zijn aangekomen in onze eerste Rocket League game. We spelen tegen Y met 300 ping, dat is vrij hoog. We verliezen ook onze eerste kick-off, dat is geen goed begin van het seizoen. We hebben wel gewoon een easy save. We hebben de bal. Ik hoop dat die net genoeg is. Is het niet? We beaten hem wel. We kunnen hem scoren. Oké, we beginnen 1-0 voor. Hij heeft wel een beetje internetprobleempjes. Ja, het is voor ons in ons voordeel. Oh, het is nu weg. Dat is beter. Ja, het was voor ons in ons voordeel natuurlijk. Maar ja, dan is het potje niet helemaal eerlijk. Ik hoop dat hij zit. Maar hij zit niet. Oké, we gaan boost pakken. En we schieten gewoon boven. Oké, let's go. 2-0. In best wel snel, 25 secondjes. Dat is lekker. Hij lijkt ook weer. Ik weet niet wat er aan de hand is met zijn internet. Maar ja, wij staan voor. Oké, de eerste keer op de muur. In het nieuwe seizoen. Dit moet wat beloven. Oh, dat is jammer. Die kunnen we scoren! Nee, halen we niet. Lekker zijn boost. Halen we ook niet. Pakken deze boost en de bal. Oké, kunnen we hem beaten naar deze boost. Oké, en we hebben bal weer. Oké, dan gaan we. Zullen we gewoon voor een breezy gaan? Kijken of we hem kunnen halen. Dat ging fout. Dat ging niet zoals ik het wou plannen. Oké, dan gaan we toch weer de muur op. Tweede schot van het seizoen. Ik zag al dat hij ging. Oh, hij scoort hem. Ja, my bad. Ik zag hem gaan, maar ik had verwacht dat hij op de muur ging blijven om uiteindelijk mijn bal te stoppen. En niet dat hij ook gewoon direct over de bal ging. Maar ik wachtte ook wel aardig lang. Die bal was voor mij. Hoe beat hij naar die boost? Geen idee hoe hij dat deed. Doet hij netjes. Hij heeft ook bal. Flikker maar. Ik weet niet waarom die nog ging, maar we hebben nog steeds boost en bal. Dat was ook niet heel slim, we gaan gewoon op. Oh, we doen gek. En we scoren. Dit ging zo ontzettend traag, maar ja. Een derde goaltje. Oké, als we deze kick off winnen naar de linkerkant, ga ik weer de muur op. Ja, we verliezen hem alleen naar de linkerkant. Dat is het verschil. We scoren niet. Ik kan alsnog de muur op. Die scoren ook lekker. Een best mooie ceiling shot. Was gewoon lekker soepel. Mooie goal. 4-1. Ons eerste mooie goaltje van het seizoen. Oeh. Oké. We kunnen deze boost ook even meenemen. We hebben alle tijd van de wereld. En hij faalt. Ja, hij faalt. Dat ja. Ja. Oké, 5-1. Ik denk dat we op zich wel kunnen zeggen dat we het eerste potje gewonnen hebben. Dat denk ik wel. Ik hoop het ook. Tenzij hij nu nog heel
heel hard gaat terugkomen natuurlijk, maar ja, daar reken ik niet op. Want het is op zich wel de beste eerste game voor ons. En ze kunnen ook nog scoren op vierde muur. Ik faal mijn recovery nog eens extra hard. Die boost wil ik gewoon flikken maar. Ik verpauper het. Oké, 5-2. We gaan hem gewoon even uitspelen, jongens. Oké, links. Kijk, perfect. Ah, dat is jammer. Flik was niet echt extra hard of zo. Ik had hem heel hard gewild eigenlijk. En we hebben hem nog een goal gegeven ook. Maar ja, maakt het niet uit, we winnen hem wel. Dat komt gewoon helemaal goed. Rechts eens proberen, daarna gezien hij op naar links. Kijk, yes. Hij was van de muur af, hebben pech. Oeh, ik mis. Nou ja, ga maar naar de boost. Pak lekker even midden. Oké, eens kijken, wat gaat hij doen? Hij gaat in ieder geval niet gek doen. Dat dacht ik al. We nemen hem weer naar de muur toe. We gaan up. We hebben een zetten. En ik verpauper het weer. Helaas. We gaan nog gewoon bumpen. Oké, dan niet. We hebben de boost niet, maar ja, hij gaat en hij past die of dat. Oké, alsnog een boost. Zo, dat was niet eens in de buurt van een boost. Maakt niet uit, schiet maar. Ik had niet verwacht dat hij die nog zou recoveren, aangezien hij heel sterk zit wat. Best een mooi goaltje van hem. Oké, laten we in ieder geval ervoor zorgen dat het geen 5-5 wordt. Want ja, dan gaan we het nog onnodig spannend maken. En ja, het is gewoon wel een best easy game, dus ja, ik heb geen zin om het overtuigd te laten worden ofzo. Hij gaat naar de backboost. Nee, toch? We kunnen die boost niet pakken. Oké. Pak die boost maar, we hebben de bal. Ja, daar ga je net iets hard voor. Toch nog een mooie goal opgaan. Helaas geen flippers zetten daar. Dat had nog aardig leuk kunnen zijn. Hij scoort er gewoon nog, I know. Oh mijn god, oké, okay, ja, we gaan even. Ja, dit moet echt even wat beter. Ik kan niet verwachten dat hij gewoon zou schieten, dat deed hij wel. Heel simpel speelt hij me daar ook gewoon mee uit. Maar zoals ik al zei, ik heb helemaal geen zin in overtime. Dus we gaan gewoon even lekker scoren. Ja, zo staan we 6-5 voor, met nog één kick-off hier te gaan. Tenzij we voor ons natuurlijk scoort, reken ik niet op en anders zijn wij dat natuurlijk. We gaan nog scoren. Ja, we gaan nog lekker scoren. Ah, ik hoopte eigenlijk dat dit op de 0 seconden zou zijn. En nu voor Vitiel. Ja, eerste potje 7-1 gewonnen. We drukken nog niet op. Ja, we drukken vast op play again. Plus 16 in mijn Marvin zitten we op 1210 of zo, 1200. Nou, in ieder geval, jongens, wij gaan naar onze tweede game. Oké, jongens, wij zijn aangekomen in onze tweede game. Ben ik nog gek? Of ben ik... Ja, ik heb geen idee. Ik dacht dat ik net 1200 zag staan, maar we zijn 1175. Ik begrijp er niks van. Ik dacht echt dat we net... Of zag ik 59 staan? Ja, was het dan 1159? Dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik dacht dat we 1200 haalden. Maar dat heb ik verkeerd gezien. We hebben de safe, we hebben de bal. Oké, okay, laten we even boost moeten ontspannen. Boost waren we helemaal niet nodig. We gaan gewoon vol naar midden boosten in de rest. Oké, okay. Oh, waarom mogen we die nog niet? We hebben in ieder geval bal hier. Nou, we mogen hem weer niet bumpen.
City. We hebben misgeschoten natuurlijk. Zal ik eens niet. Je gaat nog door. Ga je nog weg? Oké, de muur af. Dat is een hele mooie goal, jongens. En zo staat het 1-1. Ja, tevreden over het goaltje. Mooi afgewacht. Perfect. Hij faked hem. Ik dacht dat. Wanneer zeggen we winnen deze kick of dick? Als hij hem faked. Die komt naar midden, denk ik. Die heeft hij gewoon goed mee. We beaten hem. Hé, hey, we zitten op die rand. Dat is echt pech hebben. Oh, wat een kutrand. Ja. Ik dacht dat we niet op het randje zaten. Maar we springen daar terwijl we nog op de rand zitten. En daardoor kom ik niet de lucht in. Ja, dat. Oké, kick-offje winnen. Dat is in ieder geval de bedoeling. In ieder geval safe pakken. Ik weet niet wat hij allemaal doet, joh. Maar... Je wilt heel graag die bal meenemen, zie ik in ieder geval. Zit die? Zit niet, we hebben nog wel bal. En dat is wel een goal. Flick goaltje. 2-2. Het kan op zich best wel een spannende pot worden. Aangezien ik denk wel dat we echt makkelijk kunnen winnen. Want ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat het niet zo heel goed is. Maar ja, we moeten natuurlijk wel even... Onze brein erbij pakken. En anders. Geen woorden hiervoor. Ja, laten we deze wel heel snel skippen. Oh mijn god. Tuurlijk. Ik dacht, we gaan niet eens die open net scoren. We gaan gewoon lekker naar de muur toe. En toen werd ik nog gebomd. Nou, we gaan allemaal weg van de. Bal. Nou, doe je dat niet, dan ga ik schieten. Ja, het leefde veel terug bij, ging naar de muur toe. Oké, kijk of je winnen dit keer, dat zou heerlijk zijn. Dan ga ik naar die jongens. Ik kan sowieso niet gewonnen. En het is ook weer gelijk. Ja, dit is echt een free game, dus dit is gewoon makkelijk winnen. Hij is niet echt goed ofzo. Hij wint gewoon zijn kick-off, doet hij gewoon goed. Maar... Hij gaat niet van ons winnen, jongens. Dat zeg ik je nu. Bij deze. Nou, heb niet zo lang wachten, alsjeblieft. Ik wil gewoon aan deze boost heen gaan. Ik weet niet waarom hij nog zo lang gek aan het doen is. We gaan mooi naar deze boost. Dat was niet zo heel slim, eigenlijk. Na ik dat zag. Toch gaan we voor een mooie goal. Searing alsjeblieft niet. Ja, ik raak de ceiling. Nou, dan schieten wij. Hij deed echt een hele gekke pink challenge. 4-4, oké. Okay. Zoals ik al zei, kick-off eventjes winnen. Dan gaan we namelijk zelf even dat voor een goaltje maken. In plaats van dat hij dat doet. He. We hebben boost en we hebben bal. We hebben geen bal meer. We hebben onze open net in ieder geval weer gemist. Ze zijn er best wel gewend van mij, denk ik. Dat ik zag het toen is. En scoort? Ja, hoe dan? Hoe scoort hij alweer zo'n lelijke goal? Oh mijn god, een geef. Maar ja. Ja. Ja, dat. Oké. Okay. Nee, niet hè. Nee, ik kan hem niet scoren. We gaan zelf wel weer voor een mooie goal. Zit niet. Dus niet gedemmoed, dat vind ik op zich best wel raar. Ik weet echt niet hoe hij niet gebumpt wordt, joh. Het is alsof hij van staal is, de man. De man is echt van staal, ik meen ik serieus. En hij bumpt me weer. Ik weet niet, jongens, hij is echt niet goed ofzo. Maar ik weet niet, ik speel de moeite niet.
heel lastig. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik laat hem ook gewoon bumpen op ieder domme plekje. Oké, 6-5. Moeten we dit gewoon even lekker simpel uitspelen, dan hebben we hem wel. En ik wil eigenlijk nog steeds even een mooie goal maken, dit spot. Nou ja. We gaan hem in ieder geval winnen. Maar ja, dat had ik jullie natuurlijk al verteld aan het begin. Zag ik daar nou een boot staan? Dat is me nooit opgevallen. Echt nog nooit opgevallen. Wat is dit nou weer? Ik zie daar boten staan. Dat is me echt nog nooit opgevallen. Niet dat het ook boeit of zo. Het is letterlijk buiten de map. Maar ja, dat. Squad was natuurlijk even een kick-up goaltje. Ik wil even stoppen met kick-up goals komen, want het kost ontzettend veel tijd. Als we de bal hebben, gaan we af voor iets moois. Schiet dan maar. Nou, hij heeft de bal, hij heeft boost, hij gaat niet de muur op. Hij neemt die bal helemaal niet goed mee. Niet op zijn auto in ieder geval. Nou, hij forfeit. Ik doe direct lekker play again. Zeker GG naar hem. En we winnen dus ook onze tweede game. 11-75-16 is nog iets. Maakt helemaal niet uit. Jongens, we zien jullie terug in onze derde game. Oké, we zijn aangekomen in onze derde game. Freestyle, dat vind ik wel een hele goeie. Let's do it. Oké, jongens, wij gaan in onze derde game. Spelen tegen een legendary baller. Oké, ik moet eigenlijk niet freestyle doen tegen iemand die het mij vraagt, aangezien het dan een freestyler is. Dus, maar ik doe het niet vaak, jongens. Freestyle in ranked. Aangezien vroeger was ik altijd degene die vroeg om te... We hebben er geen boos. Finally not a sweat. XD, ja, tuurlijk, dat weet je niet. Wij gaan lekker freestyle, jongens. Ik heb de boost gemist, dus daar maak ik mezelf wel aardig lastig mee. Niet boost. Mist de boost. Nou ja, 1-0 voor Kisui. Hij scoort gewoon een airdribble, dus dan kunnen wij ook gewoon van airdribble gaan. Maar ik ga dan niet voor, aangezien ik ze niet mooi genoeg vind. Ik ging voor dubbel flip gezet. We hadden er maar één. Tweede hebben we niet gehaald. Ging hij al voor een turtle? Had voor een musty. Kunnen wij ook doen. We gaan ook voor een. We gaan voor een ceiling musty dan. Oké. Zetten was goed, alleen ja, niet op target. Ja, niet op target. We kwamen er gewoon niet echt fijn meer bij. Dus uiteindelijk was de setup nog niet heel goed. Kan beter, laat het zo zeggen. Wat gaan wij doen? Ik wil eigenlijk nog een dubbel flip set. Die vind ik wel leuk. Iets waar ik zelf ook nog moeite mee heb. Waar dan niet eens één. Uiteindelijk wou ik nog voor een musty gaan, maar waren er gewoon normaal geen eens één flip set. Dus, oké, hij heeft er één. En hij heeft ook geen. Oké, we gaan. Oké, musty weer. Goede setten. De bal mag eigenlijk een stuk hoger. De bal moet hoger, je moet hem gewoon even wat harder raken. Lekker freestyle in de ranked. Wat gaat hij doen? Gaat hij voor een musty? Oké, ik ben al lang blij dat hij er niet in zit. Oké, we moeten eigenlijk nog even scoren, aangezien we nu achter staan. Dus we moeten sowieso even gelijk komen. Maar dat doen wij in style. Oh, hij ging zijn goal uit. Sorry. Ja, dat is niet een hele mooie goal, aangezien ik gewoon faalde. Maar uiteindelijk hadden we nog twee leuke hits. We staan in ieder geval gelijk, dat is goed. Dan kunnen we nu even iets spannende dingen gaan. Spannende, iets moeilijkere dingen, laten we het zo zeggen.
Al doet hij precies hetzelfde. Hij wil gewoon vooraf staan en dan zijn ding doen. Ja, dus hij gaat... Eerst wil hij vooraf staan. Ja, en dan pas... Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan wij ook weer in iets makkelijker iets. Aangezien ik het gewoon even gelijk wil hebben. Dat was ook niet meer gewoon ground pinsoen, maar ik kwam helemaal niet meer dicht bij de bal. Het irritante is, nu moet ik de hele tijd bezig zijn met even een gelijk goal maken. En hij... Oké, okay, we hebben het van de blok. Zo, ik dacht even, hij gaat mijn boost pakken. Oh, hij saved hem. Nou. Of ja, hij ging er volgens mij sowieso niet echt in. Hij ging er denk ik de andere ceiling uit, maar laat ik hem nog kunnen dubbeltappen. Die save ik ook. Dat was echt een close one. Sorry voor de save, aangezien het wel een mooie goal was geweest. Maar ja. We kunnen natuurlijk niet zo dik achter gaan staan. Ik faal weer. Ik wil gewoon gelijk maken. Het is straks nog maar 1 minuut. Stel hij scoort nu, dan gaan we het heel lastig krijgen. Want dan moeten we 2 lelijke goals maken. Ja, hij gaat lelijke goals maken. Hij gaat veel te snel. Ik ben helemaal nog niet terug. En dan gaat hij gewoon simpel de goal maken. Dat is jammer. Dit is gewoon... Dit is het jammere van iemand die freestellen wil. Hij wil gewoon winnen. Hij wil helemaal niet freestellen. Maar ja, wij gaan natuurlijk wel mooi freestylen. Wij maken wel de mooie goaltjes. Kijk hier. Die was op zich wel soepel. Heel laat geflikt, dus hij had waarschijnlijk niet meer verwacht dat we die nog binnen zouden tikken. Maar we moeten er nog steeds heen. En hij gaat misschien nu wel weer voor een lelijke goal, zodat hij safe staat. Met winnen. Dan neemt hij nog even extra veel tijd. Oh, maar ga alsjeblieft. Leg de controller eventjes neer. Oké, wat ga je doen? Nee, wat een smeerlap. Hij wou scoren. Wat een smeerlap, jongen. Echt waar. Nou, dit is echt ongekend. Dit is echt zo'n ongekende smerlap, jongen. Ah, hou op met mij. Thanks for ruining the video, man. Bedankt voor het verpesten van mijn video. Echt serieus. It's in the video, man. 18k subs. But thank you. Wat een bitch. Jongens, echt deze guy. Wat een sukkel, jongen. Echt waar. Fair. Nah. Ongekend. Echt waar. Wat een smerlap. Nah. Oh mijn god. Hij wou gewoon winnen. Ik zei het je toch. Dit is echt zo'n guy die kan niet freestylen. Ja, kan wel freestylen. Maar wat een smerlap. Shame on you. Even serieus. Oh, wat een smerlap. Ik wist gewoon dat dit ging gebeuren. Dit zijn mensen in ranked. Dit zijn mensen in ranked. Ja, maakt er niet uit. We verliezen hier en daar onze derde keer. Ik had het wel verwacht, aangezien hij lelijke goals gemaakt. Hij wil gewoon winnen. Hij wil niet freestylen. Hij probeert gewoon omhoog te drinken door het op zo'n smerige manier te spelen. Ik kon het ook gewoon al zien bij de save die ik maakte. In ieder geval jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze Rocket League video. Doe zeker een blauwtje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur weer terug bij een nieuwe video.